Frans Segers is nu 91 jaar en is geboren in Roermond. Nadat hij in de oorlog kort heeft ondergedoken gezeten, werd hij op transport gezet naar Duitsland, waar hij als gevangene in een polykliniek heeft gewerkt. En ik had dus een Rode Kruisarmband om en mijn persoonsbewijs was vervalst. Daar stond eerst studerend op en een Frans burger uit Beuningen, ik geloof dat hij medesecretaris was, die kwam in Echthelp daar zijn verloofde zitten. En die had daar semi-arts opgezet. Ik had geen universiteit van binnen gezien, maar goed. We kregen daar een eigen kamer, was een luxe, bij Tilman Zoetmeijer. En moest ik elke morgen naar die polykliniek, die duurde van 7 tot 10, 11 uur. En dan kon ik terug naar de Tilman Zoetmeijer. En dan, s'avonds moest ik alleen dat polykliniek doen. En ik zei, Russisch. Ja, zeg u maar eens wat mijn keer in het Russisch. Stotekoi, stopoliet. Hoe gaat het? Waar heb je pijn? Ja, de groeten. En toen werd ik geholpen door een Wolga-Duitse, Schwester Vetter. En door een luitenant van het Rode Leger, een vrouwelijke luitenant, die was verpleegster. Maar je was toch niet afgestudeerd geneeskunde, toch? Ik wist niks. Ik zei dat ook tegen die meiden. Ik zei, ja, ik heb wel een pas. Maar ik dacht, ja, ik moet ergens op een kaart spelen. Ze zei, oh, dat maakt niks uit, daar zorgen we wel voor. En ik had zoveel plezier van die zus. Want s'avonds ook, ja, daar kwamen die patiënten. En die moesten dan verpleegd worden, die verbonden worden, opnieuw verbonden worden. Ontzettend veel van die flegmonus, van die abscessen. Van mensen die, wel leer je honger. Dus van die hongerzaken. En amputaties die verbonden moesten worden. En weet je wat het is? Ik leerde natuurlijk heel elke dag van die dokter op die polykliniek. Het was allemaal hetzelfde. Ik hoefde geen keizersnee te doen. Ik hoefde geen blinde darm te opereren. Ik moest alleen die verhalen aanhoren van die lui. En dan zorgde die dokter voor de rest. Hè? Maar in die periode heb je natuurlijk een hele hoop ellende gezien. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik moet je eerlijk zeggen. In eerste instantie de oorlog, hè? Daar heb ik de eerste tijd last van gehad. Dat weet je niet meer, dat voel je niet meer, alleen als je droomt. Dan maak je het affect door, hè? Dan werd ik badend in het zweet wakker. Na de oorlog heeft hij een periode in het Militair Revalidatiecentrum in Doorn gewerkt. En ja, dus je maakt die ellende mee. In die ochtend bij die in de Matersniek heb ik heb alle militaire amputaties zien. Ik heb bij Beer, omdat ik zoveel amputaties gedaan heb, heb ik alle dingen gezien. Hoe heet dat? Burgers met amputaties. Dus dan moesten we voor de prothesevoorziening zorgen. Hè. En dan kreeg ik regelmatig van het ministerie, was dat toen gardeniers niet? Ja, dat ik naar mensen moest gaan kijken, thuis lagen nog, van de oorlog. Dus dat was in 1956. Moest ik naar Echt, in Koningsborst, dat is vlak aan de Duitse grens, naar een adres van het ministerie van Gezondheid, gaan kijken of er lag een jongen naar bed of die gerevalideerd kan worden. Die had een scherm in zijn nek gehad, die was helemaal verlamd. En die heb ik dus op laten nemen in het revalidatiecentrum in Doorn, want er werden toen ook wat burgers opgenomen. En heeft een rolstoel gekregen, een auto gekregen, is helemaal gerevalideerd. Die heeft heel zijn leven verder gewerkt als ambtenaar van het GAK. Is toch fantastisch, hè? Ik geloof in 1962 had ik al een methylschool. Want ik was een paar keer in Engeland geweest voor kinderorthopedie. Ik had eerst een tijd in Engeland aan de Royal Orthopedic Hospital gewerkt. En toen ben ik nog naar Sherard gegaan in Sheffield. Ja, dat is allemaal heel verhaal. En die opereerde was met Menelaus uit Australië, de twee enige goede deskundigen over kinderen met open ruggen. En ik had een hele zwik kinderen met open ruggen die waren verlamd. Dus daar moest ik iets aan doen. En dat was dus de zogenaamde Sherard-transplantatie. Dat is natuurlijk mijn dochter in Enschede nou weer. Maar met Pruis samen van het Emmer kinderziekenhuis. En dus ik had wel een heel stel kinderen. En toen ik dus zei ik ook, ik moet die school hebben. En toen kwam die in de Sierstraat. Dat was geloof ik in 61 of 62 al.
Ja, het ging tamelijk snel. Maar dat bouwen, dat heeft even geduurd. Ik was dat zo zat, dat gesleep van Prinsenhagen naar het centrum met die gehandicapte kinderen, met die taxis, iedere keer voor de behandeling. En dat heb ik dus ook tegen de vet gezegd. Want ik had dat in Engeland gezien, in het Stanmore, het revalidatiecentrum bij Stoke Mandeville van Goodman. Die hadden allemaal bussen met taxis, hoe noem je dat, bussen met rolstoelbussen. En die hadden zelfs zieke auto's, daar schoven ze de brancard zo het water in van het oefenbad. Zo fantastisch, hè. En hadden dat, in Zweden hadden ze bussen met treedplanken die naar beneden gingen voor rolstoelen, we hadden niks. In Nederland wist ik niet wat revalidatie was. Ik heb nog geprobeerd een uitgiftecentrale te maken voor allerlei hulpmiddelen. Nou, het ziekenhuis schoot me zo wat dood. En toen heb ik naar de gemeente geweest voor die rolstoelbus. En nou, toen kreeg ik de punt van de schoenen maar achter. Wij komen naar huis. Snap je? Maar weet je, je bent op een bepaald moment zo goed op de hoogte, maar je bent je tijd vooruit. Het moet ook meegroeien. Maar als je je tijd vooruit bent, waar loop je dan tegenaan? Tegen onkunde van de mensen en tegen de financiën. De ziekenfonds hadden er geen balverstand van. En die zeiden, ja, het kost allemaal veel te veel geld. En het is dit en het is dat. En het is fysiotherapie. Ik zei, nee, het is geen fysiotherapie. Er zit een revalidatie aan. Er zit een maatschappelijk werker aan. Er zit een logopedist zit eraan. Er zit een psycholoog aan. Het is een integrale behandeling. Het is verdomme niet alleen een stuk masseren. Dat zijn kinderen die moeten nog helemaal opgeknapt worden. Hoe ging dat dan voor die tijd? Wat zeg je? Hoe ging het dan voor die tijd? Er gebeurde niks. Er hadden een hele hoop kinderen op papier staan. Ik ben een paar boerderijen af geweest, dat wil je niet weten. Daar lagen de kinderen gewoon in een kruiwagen mee naar het veld met een paraplu aardbeien plukken. Als mensen die kinderen bleven niet in de kruiwagen liggen. Dat was toestand, dat was verschrikkelijk. Het ging niet allemaal. Het ging niet allemaal. Wat ik zelf kon doen, dat gebeurde. Maar waar je anderen voor nodig had, net als zo'n ziekenfonds, jongen, dat was zo stug als de pest. Dat is alleen maar geld, geld, geld. Ja, sorry dat ik dat zeg, maar het is wel zo. Nog zo. Maar hoe ging dat dan voorheen toen die taxibusjes er niet waren? Werden ze gewoon in een auto gesleurd. Werden ze getild in de auto, van de rolstoel in de auto, dan weer in het centrum er weer uit. Die zei, man, dat gesleept, daar ben ik zat. En toen is die school bij het centrum gekomen. En er was een gangverbinding van de kinderrevalidatieafdeling in het centrum naar de school toe. En dat was ideaal. En toen was het donder afgelopen, maar toen kwamen ook die taxibusjes. Frans was in 1956 een van de oprichters van het revalidatiecentrum in Breda, waar hij van 1961 tot 1983 de eerste directeur was. Bezig met een fysiotherapieopleiding te organiseren. Toen belde Buis me op. Hij zei, is het niet verstandig om een academie voor fysiotherapie op te zetten? Ik zei, ja, daar zijn we toevallig over aan het denken, maar verdoor, dat is nogal wat. En zo doen we het bestuur gevormd. Toen hebben wij een aanvraag ingediend om een academie op te richten. Die heeft 12,5 jaar bestaan. En toen is die overgegaan naar, hoe heet die hogeschool hier? Avant, kan dat? Avant, hè? En daar hebben ze nu een afdeling fysiotherapie mee. Geen hond weet hoe dat ontstaan is. Maar daar heb ik dus ook veel tijd aan besteed, hoor. Mis je nog wel eens die tijd? Soms wel, ja. Dan toen was je actief, hè. Dan had je... creëren is een groot woord, maar je maakte iets, hè. Je kon van een mens wat maken. Je zag de ellende, je zag... Ook van de ouders, hè, dat je ouders... Die kwamen er met zo'n kind dan en dacht je, oh god, maar aan toe. Ik weet nog goed, ik kom met een spina bifida daar binnen. Dat kind hing over de arm was een natte handdoek. Oh god, maar aan toe. Ik denk, wat doe ik daar nou mee? Ja, die vrouw zag het echt niet meer zitten, die moeder. Dan heb ik dat kind opgenomen. Dat kind hebben we helemaal behandeld. Na de rolstoelpatiënten, maar een geweldige meid geworden.
Nou zijn ze alle twee, de vader en de moeder, zijn er trots op. Dat is toch mooi? Ja, het is dat, maar als provinciale orthopeed moest je toch wat doen, hè? Ik bedoel, ja, ik heb wel een paar stukken gepubliceerd, maar ik had veel meer kunnen publiceren, maar ik kan niet alles doen, hè? Dat is het probleem, hè? Je hebt zoveel werk, hè? Er was zoveel werk, hè? Want ik weet nog goed, ik heb een boekje van Charlotte Oort in handen gehad. Het was een klinisch kinderrevalidatiecentrum met een school. En daarin stond ook een tekening van Brabant, dat die kinderen allemaal uit Brabant kwamen. Die waren opgenomen in de Methielschool van Charlotte Oort in Tilburg. Dat is nou weg, die zitten nou in Elisabeth. Ik denk dat het te duur was. Maar wat zag je op die kaart? Rond Breda een grote witte vlek. Die zaten allemaal polyklinisch bij ons, op onze Methielschool. Dus dat kan ook. Dat is waar ze nou nog steeds naar streven. Doe zoveel mogelijk polyklinisch. Dagbehandelingen deed ik toen al, in de 60er jaren. En zo hadden wij allerlei activiteiten. Ook het paard en pony rijden voor Gendeke, dat was geweldig. En de BISO, de Breda Invalide Sportorganisatie, dat was geweldig. He, maar ja, dat is allemaal vergeten nou, hè. Maar het is allemaal heel gewoon. Maar het heeft wel bloed en tranen gekost. Ook tranen, want die hebben mij ook... ik heb ook van de ziekenfonds toch wel een medisch adviseur gehad die mij uitscholde voor dat ik eraan verdiende. Ja, ik had een salaris, zeg. Mag het alsjeblieft. Maar die man is officieel door de directeur van het CZ naar mij teruggestuurd om zijn excuus aan te bieden. En dat is toch mooi. Dat voelt toch mooi. Maar als je nou in een paar woorden zou moeten samenvatten wat het belang is van revalidatie en onderwijs in één instelling, wat zeg je dan? Dat is een teken dat je een mens behandelt en geen geval. Een mens is meer dan dat. Een mens is niet een heup die kapot is of een dwarslesie. Een mens is een totaliteit. Kijk, er zijn nog patiënten die hier komen, die nu nog problemen hebben, en die dan komen vragen wat ik daarvan vind. En dan geef ik ze advies, en dan gaan ze naar huis, en ik krijg naar de hand een brief terug dat ze dankbaar zijn dat ze het gehoord hebben. Ja, dan ben je zo'n soort vader, dat wisten toch, Truus, hè? Ik krijg nog brieven van, ik krijg nog met de kerstmis en nieuwjaar al mijn kaarten. Nou, ja, de kinderen waren zo groot, maar daarbij die waren een half jaar. En die heb je dus heel hun leven. Ik heb de hele polio-epidemie meegemaakt. Van 1 jaar tot 20 jaar. Je moet ze namelijk dan doen en dat en dat en dat en dat en dat. Is klaar. Ja, gewonderlijk. Toen ik in 85, toen hebben ze me gezegd, toen ben ik afgekeurd. En toen zei ik tegen die prof, die zei, luister, waarom keurt u me af? Ja, zei hij, u hebt uw accu leeggestookt. Ja, ik kan toch een paar weken thuis blijven en dan weer beginnen? Zei hij, nee, u bent oud genoeg, u bent zo 65, blijf maar mooi thuis. Kijk, ik krijg de eer, maar mijn medewerkers hebben het gedaan. Mede gedaan, laat ik het zo zeggen. Maar je moest natuurlijk wel, ik was dus kathedraal deskundige, ik kende het vak. Ik was vaak genoeg in Engeland geweest. Ik was de eerste in Nederland die een Sherrod-operatie deed, alleen, hier in Breda. 6 uur. Maar een kind liep wel, hè, loopt nog. Ja, dat zijn toch dingen die toch wel leuk zijn, hè? Dat geeft je dus de jus in het leven. Want achteraf denk je er wel eens over na, en denk je, ja, je had ook veel makkelijker kunnen hebben als je die dermatologie gedaan had, ja. Het zal wel. Snap je wat ik bedoel? Maar goed. Toen je met die Methielschool bezig was, met al die zaken, wat gaf dan het meeste voldoening? Nou, het feit dat je wist dat de kinderen adequaat behandeld werden en... Ook de opleiding. Ik had een jongen uit Zundert, die kon geen woord uitbrengen bij wijze van spreken. Echte spasticus, hè. Weet je, ik had het wel, gebaseren en allerlei atentotische trekken. En die jongen die is naar de hand naar het HBS gegaan. Ik heb in het Piersoort in Tilburg, wat nu Amarant heet, daar heb ik een jongen weggehaald, die had een IQ van weet ik hoeveel, maar ja, die kon niet praten. Die was spastisch, maar dat was in orde. Dat moesten we allemaal eruit zien te vissen met die psychologen, met die testen. Het was niet alleen maar snijden en fysiotherapie, het was een integrale behandeling van de mens. En dat was een... niemand begrijpt dat wat er gebeurd is in dat revalidatie, niemand begrijpt dat. En die had genoeg mede tegenwerking, hoor. Oh, man.
Maar hoe komt het dat het daar voor die tijd niet was? Tja, dat hebben mij zo vaak afgevraagd. Dat werd natuurlijk gelinkt. Ja, in de Adriaan Stichting en in de Maartensgeniek, daar werden gehandicapte kinderen klinisch wel opgenomen. En er werd ook wel wat aan gedaan. Maar het was geen algemeen goed. Ook de integratie van de gehandicapten in de wereld van alle dag met hun handicap, dat is ook belangrijk. He, dus dat ze samen kunnen zwemmen, dat ze dus... Want ze zijn nu zelfs zover dat ze de gehandicapte kinderen met een rugzak naar de gewone lagere school sturen. Ik heb natuurlijk toch wel vaak, ja, met vuurlijk gesproken, met bloed in mijn schoenen gestaan toen ik bezig was. Maar als je dan een goed resultaat hebt, hè, ook met die poliokinderen, als je dan ziet lopen de eerste keer, dan kun je wel huilen. Dat is fantastisch. Maar ja, en ook allerlei osteotomieën, dus van mensen met een abnormale breekbaarheid van de benen, kinderen, die hebben dan zo'n slingerbeen. Dan moet je dan allemaal een stukje zakken, dan krijg je zo een saté-osteotomie, een pen erin, dan heb je de rechte benen, hè. En dan kon ze dus, maar dat zei Vlierhuis tegen mij toen wegging, zei die Frans, je hebt niet in de gaten wat jij voor een goed, mooie praktijk hebt gehad. Je kon ze zelf opereren, maar je kon ze ook zelf nabehandelen. Verdomme, dat had ik in die 25 jaar niet in de gaten gehad. Dat vond ik de grootste zaak van de wereld. Snap je wat ik bedoel? Een ander die opereert, die moet ze dan uitbesteden voor nabehandeling. Dat deed ik zelf. Dus ik kon precies, en dat wisten mijn medewerkers allemaal, die kwamen ook altijd precies, ze wisten, hij hoorde het van de patiënt, hij hoorde het van ons. Want met dat betreft ben je als kathedraal deskundige natuurlijk, als directeur, toch wel in het voordeel. Hè? Maar ja,